Hallo jongens en meisjes, welkom in deze nieuwe video op mijn kanaal. Voordat ik deze video begin, ga ik eerst even mijn stopcontact insteken, zodat jullie mij beter zien. Het is nu nogal donker in mijn kamer, dus ik steek heel eventjes de stopcontact in het gaatje. Ziezo. En daar richt ik de lamp op mij, zodat jullie mij beter kunnen zien. Anders zien jullie de schoonheid van mijn gezicht niet. Dus, ja. Even geduld, wacht even. Hallo jongens en meisjes. Welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. En vandaag gaan we het hebben over mijn beperking. En ik heb het... Geen haat. Ik heb ook een beperking. Ik heb ADHD. Kunnen jullie waarschijnlijk ook zien aan mijn gedrag en aan mijn doen, hoe dat ik doe en zo. Hè? Maar jongens, nogmaals, geen haat aan mensen die echt beperking hebben. Love jullie. Jongens en meisjes, ik lig nu in mijn bed om te gaan slapen. Ik ga me nog eens doen bijna en dan ga ik slapen. Maar voordat ik ga slapen, moet ik jullie nog iets vertellen. Ik krijg bijna dagelijks DM'tjes van mensen van: waar ligt je vriendin? Waar ligt je vriendin? Hoe is mijn vriendin? Ik weet dat ik het lang niet meer over gepraat heb over mijn vriendin. En nog lang niet meer in vriendschap met mijn vriendin. Dat komt omdat het jammer genoeg uit is met mij en mijn vriendin. We hebben zoveel ruzies gehad. En zoveel discussies. Toen we dachten van... ja, eigenlijk... is het niet tof niet meer, al die ruzies en al die discussies in onze relatie. Dus zijn we uit elkaar gegaan. Jammer genoeg. Nu weten jullie dat het jammer genoeg uit is tussen mijn vriendin. What the fuck, ik vroeg met de pleuris. Ja, nu weten jullie dat het uit is tussen mij en mijn vriendin, jammer genoeg. Ja. Maar ik ga slapen. En tot morgen. Letterlijk. Nu in de nacht, ik weet niet of jullie het hoort, maar mensen liggen te roepen. En er is er iemand aan het huilen. Ik weet niet of je het hoort, maar... hoor het? En daar ben ik dus door wakker geworden. Mijn buurman is ook aan het roepen. En aan het kloppen. Er is één iemand aan het huilen en er is iemand aan het kloppen. Ik zie je aan het zingen. Ik ga voor proberen slapen, jongens. Tot morgen. Jongens en meisjes, kijk, het is niet uit. Mijn vriendin staat daar gewoon daar. Het is niet uit, jongens en meisjes. We gaan lekker een broodje eten in de panos. Nogmaals, het is dus niet uit. En wat boy, ik zit hier vandaag met Scotty Boy. Op de bus te wachten, onze ene bus is te laat. Veel te laat, inderdaad. Dus we moeten wachten tot 20 na en het is nu 2 na. Dus ja, boeien. Hey. Meteen gekke dingen doen in de bus, toch? Ja. Zoals, wat gaan we dan doen? Zeg het eens, Scotty Boy. Gaan mensen uitlachen. Nee. Misschien op een positieve manier. Gewoon grappige dingen doen in de bus. Kijk jongens, deze boy gaat de nummer vragen van dat meisje daar. Oké, doe. Ja, je hebt pech hoor. Wat zei die? Ze heeft een vriendje, je hebt pech. Ik heb ook een vriendin. Waarom is je nummer dan? Gewoon voor de vlog. Oké, jongens en meisjes, de vriend van mij heeft hier een box en muziek op staan. En wat ga ik doen? Ik ga dansen in de bus, let op. Hoi, doei! Oh,
aan, jongen. Wat blijft hem goed, joh? Ja, echt zwart, hè? Ja, slaap. Iedereen denkt dat je zo'n Mongol bent. Je snapt dat psychologische ding. Hallo? Ja? Ik ben de Mongol. Ja, ja, tuurlijk. Ja, tweet. Ja, sorry man broer, ik heb niks meer, allemaal gesmokt. Ja man, welke telefoon ik heb? Ja, een dikke iPhone 11, ik weet toch? Ja man. Dat is een beetje stil, man. Oké, sta maar, we gaan een beetje gesmokt. Ja, ik zit er van alles, hè. Ja. Allee. Joe. Oké, jongens en meisjes, ik fluister nu omdat ik mijn IB wil pranken. En waarom ik zacht gepraat is omdat hij een paar kamers verderop staat te praten met iemand anders. Dus als ik hardop zal praten, zal hij mij horen. Mijn bedoeling is om zo meteen stiekem te filmen. En dan een soort van verslaving uit te leggen aan hem. Maar dat die verslaving is eigenlijk geen verslaving. Of ja, eigenlijk wel, maar niet helemaal. Snap je? Ik ga die... Ik ga hem pranken. Jullie zullen wel zien wat ik bedoel. Let's go. Bart! Ja? Kom eens. Mag ik iets vertellen? Ja, vertel het eens. Ik heb een verslaving met je. Oei? Oei, ja, oei. En een goeie of een slechte? Allebei tegelijk. Allebei tegelijk? Ja. Oh, vertel maar. Dat is gênant om te vertellen. Het is gênant? Ja. Oei. Een verslaving is een verslaving wat jij ook waarschijnlijk zou hebben. En dat is? Een verslaving aan je lief. Een verslaving aan je lief. Hallo vooruit. Oké, dat is het. Mr. Medlen een beetje. Ja. Ik ben verslaafd. Een verslaafd aan Medlen. Verslaafd aan Medlen. Ja. Mm-hmm. Ja? Verslaafd ook aan Medlen? Nee, ik ben nu verslaafd aan Medlen. Ja. Dat mag ik hopen. Nee, absoluut. Dan moet u geen zorgen over maken. Oké, dat is zo gênant deze. Oh my god. Oh, dit was zo gênant. Ik ben echt zo niet goed in pranks. Ik ben echt zo fucked up, slecht in pranken. Ik ben blijf toch gewoon bij mijn vlogs. Ik weet het. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Oké, let's go. Wat gaan we doen? Puppetje doen. We zijn aan het fietsen met school, jongens en meisjes. Het is fucked up, man. Ik vind het niet tof, man. Ik vind het niet tof! Ik ben net keert op mijn bakjes gevallen, joh, met de fiets, jongen. Mijn knie doet pijn. Mijn elleboog doet pijn. Fucked up, man. Dames en heren, de groetjes aan. Ja? Jongens, meisjes, ik moet je hier laten zien. Ik ben er nu met een vriend van mij van school op een voetbalveld. En op deze voetbalveld heb ik een keertje gevochten met een jongen. We waren toen aan het voetballen hier. En toen, jongen,
Dat maakte mij boos en ik sloeg toen in zijn hand. En heb ik mijn pink gebroken, letterlijk mijn pink gebroken. Deze pink heb ik toen gebroken. Dat is echt serieus waar. En de jongen had een hersenschudding, bloedneus. De jongen die ik daarom in gevochten had. Ik wil niet stoeven of zo, maar toch doe ik het.